in de studio. Laat je voren. Hardwell! Yo! Hey Robert! Yo. Robert, hoe is het? Maar echt zo. Ik word helemaal zenuwachtig van je als jij in de studio bent, weet je. Sorry, man, sorry. Hey, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Eindelijk weer in Nederland. Eindelijk weer in Nederland. Ja, het is goed. Even druk geweest op tour, maar ik ben nu even komende tijd echt veel in Nederland. Veel in de studio, veel projecten aan het afronden. En natuurlijk de voorbereiding van mijn concert, dat binnenkort zal plaatsvinden. Ook nog, ja. Ja, je privéleven ben je ook druk bezig. Je hebt net een nieuw huis, vertel je net. Ja, een nieuwe studio, een nieuw huis. Dus het is echt van allerlei kanten kwamen heel veel dingen op me af. Dus daarom even lekker relaxed in Nederland. Dat vind ik wel heel erg tof trouwens. Dat jij je vertelt net ook dat je hebt net een nieuwe studio. En eigenlijk is het nog gewoon in je oude slaapkamer. Ja, klopt. Ja, het is gewoon mijn oude slaapkamer waar ik eigenlijk de laatste 10 jaar... muziek heb gemaakt, die is nu omgebouwd tot professionele studio. Maar ik zit nog steeds in dezelfde ruimte. Dat is wel tof. Hey, vertel, je top 5 heb je samen kunnen stellen van jouw populairste dance tracks van het jaar 0 tot nu, zeg maar. Wat kunnen we verwachten? Echt van alles en nog wat. Ik heb een deep house plaat uitgekozen die ik zelf heel erg tof vind. Ja? Ik heb 2 platen uitgezocht. 2 oude, beetje trance classics. Die plaat hebben mij eigenlijk altijd heel erg geïnspireerd toen ik begon met draaien. Yeah. Er zit zelfs een hardstyle plaat bij die ik zelf heel erg tof vind. Okay. Dus ik heb eigenlijk van alles wat. En ja, natuurlijk allemaal afkomstig vanaf Nederlandse bodem. Nou, tof. Dit gaat dus echt van links naar rechts. Ik zou zeggen, neem plaats achter de booth. Mag je van mij beginnen? Ga ik doen. Hardwell. Dit is de Most Wanted Top 5. Deze week mixen de grote namen uit de Nederlandse dance scene hun favoriete platen live aan elkaar tijdens de Dutch Dance Days. Nu de top 5 van Hardwell. Laat je horen voor Hardwell! Wow! Zijn de Dutch Dancers. Robert! Yo! Ik heb echt nog nooit zoveel mensen op Twitter laten weten dat ze nieuwe speakers aan mogen schaffen, weet je dat? Ja, sorry. Waar ging je hard, man? Hey, wat zat er allemaal in? Ik begon met een Deep House plaat die ik echt super vet vind, Carmen. Met Wow Shit heet die plaat. Daarna draaide ik de plaat W&W en Umut Özkan The Code. Die hoor je al ook natuurlijk vaker op Slam FM. Dat is een plaat van mijn label. En ja, een super vette plaat. Een van de meest gedraaide platen trouwens in Miami afgelopen conference. Dus ja, die plaat gaat helemaal los. Oh, tof. Leuk dat nu, het ook nu eigenlijk internationaal. Al een classic, ja. Ja, tof dat het ook internationaal dan ook zo groot wordt opgepakt allemaal. Ja, nou, daarna kwamen twee eigenlijk trance-platen die echt altijd in het begin van mijn carrière maar heel erg geïnspireerd hebben. De eerste was Marco V Simulated. Dat was trouwens de allereerste plaat, de echte vinylplaat die ik ooit gekocht heb in mijn leven. Ja, echt ja? Ja. Heb je hem nog? Ik heb hem nog, zeker. Oh, die moet je in je collectie houden. Ja, doe ik. Zeker. Tof. Heel gaaf. Nou, de plaat daarna, dat is natuurlijk geen onbekende. Dat is Chester's een doorbraakplaat, Flight 643. Nou ja, iedereen weet dat Chester altijd een hele belangrijke rol in mijn carrière heeft gespeeld. Dus vandaar ook die plaat. En de laatste plaat, dat was natuurlijk Cascade, Lessons of Love in de Headhunters remix. En waarom ik die plaat heb gekozen ook, het is natuurlijk de Dutch Dance Week. En als Nederlanders ergens goed in zijn, is het een hele vette remixes maken. En daar moest natuurlijk ook een voorbeeld van in. En dat was in dit geval Lessons of Love in de Headhunters remix. Helemaal tof, man. Ik zie hier nog wat berichten voorbij komen. Zo de ene na de andere knaller, die passeert de revue hier. En de hele buurt die geniet mee. Ga vooral zo door. En Slam FM, standje muziek kan niet harder. Ja, je bent echt losgegaan. Ik vind het vet, man. Heel tof.